Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Mijn naam is Bente en vandaag ga ik jullie mijn nieuwe Shine of Sheen of hoe je het ook wil uitspreken aankoop laten zien. Ik heb vandaag het pakketje binnengekregen, dus ja, ik ga jullie laten zien wat er allemaal in zit. Nou, ik heb dus 8 dingen besteld. En ja, die ga ik dus nu eventjes allemaal aan jullie laten zien. Ik heb het ongeveer 1 à 1,5 week geleden besteld. Dus ja, het was er vrij snel. Het werd geleverd met DHL. En ja, de tracking, die kun je dus in de app van Shein zien. Ja, dus dat was wel heel erg handig. Want ik kreeg gisteren al een melding dat het in het sorteerproces zat. En ja, als dat zo is, dan krijg je meestal die dag daarna de levering. Dus ja, het pakketje. Dus ja, dat was vandaag binnengekomen en dit is in ieder geval wat ik heb gekocht. Als allereerste heb ik dit superleuke. Het is meer, ja, gewoon een shirt met van die pofmoutjes en een touwtje. Kan je dan dus om je heen knopen en ja, ik vond het wel gewoon heel erg leuk, vooral met die pofmoutjes. En ja... Het is wel meer iets voor festivals, denk ik, als dat weer ooit kan. Dus ja, ik vond hem gewoon heel erg leuk. Hij kostte 11 euro, dus ja, daarvoor kon ik hem niet laten liggen natuurlijk. Het tweede ding wat ik heb gekocht is een soort topje, hemdje-achtig ding. Dit is het. Het ziet er misschien een beetje vreemd uit, maar dit is, ja, dit is het. Het kruis zit aan de voorkant en aan de achterkant is het gewoon recht. Ja, het is niet echt, je hoeft niet per se een BH eronder aan. Dus ja, ik dacht van, ik wil het wel een keertje proberen. Ja, ik vind het bij mezelf dus wel echt heel mooi zitten. En hij kostte 10 euro, dus dat, ja, het is ook nog wel goed te doen om het een keertje uit te proberen. Als derde heb ik dit leuke hemdje gekocht. Deze met bloemetjes. Deze kostte mij 10 euro. Ik heb een maat S gekocht, omdat ook hieronder geen BH aan wilde doen. En dan denk ik van, dan kan hij misschien een beetje iets strakker zitten, dat dit hier wat mooier zit dan wanneer het, ja, te los zit. Dus vandaar dat ik voor een S heb gekozen. En ja, hij past goed. Er zit ook een rits aan de zijkant, dus daar kan je hem ook makkelijk mee aantrekken. Het vierde ding wat ik heb gekocht is dit hemdje. Gewoon een simpel zwart hemdje. Het is meer, ja, het is wel met een blote buik. En ook hier zitten weer van die touwtjes aan. Die kan je dan aan de achterkant knopen. Ja, ik vind het er dus wel heel erg leuk uitzien. En deze kostte 6 euro. Het vijfde ding wat ik heb gekocht is dit lange mouwshirt. Een witte. Met bloemetjes. Hij heeft een best wel lage V-hals, maar hij valt wel mooi hier zo, dat je, ja, dat het er niet makkelijk uitvalt, laat maar zeggen. Dus ja, dat is altijd wel handig. En ook dit shirt was 6 euro. Het zesde ding wat ik heb gekocht is dit shirt. Dit is dus één shirt waarbij maar, ja, waar je maar één mouw aan hebt zitten. En de andere is dus gewoon bloot. Deze vond ik ook heel erg leuk en die was ook maar 6 euro. Nou, het zevende ding dat ik heb gekocht is dit tasje. Ook echt super leuk. Best wel klein, maar er past genoeg in, denk ik zo. Deze was 4,75 euro. En als laatste dit blouseje. Super leuk wit blouseje. Ook met een V-hals. Ik kan het niet echt goed zien op de foto, want het zit een beetje raar. Maar hier zo. Met een V-hals en aan de achterkant lekker stretchy. Super leuk. Ja, ik vind deze echt super leuk. Dit is een maatje S. Ik kreeg hem maar net aan. Dus ja, ik raad hierbij wel aan om een maat groter te nemen. Deze was trouwens 15 euro. Dus ja, die is wel wat duurder. Maar ja, ook nog steeds niet super duur. Nou, dat was het. Dit heb ik dus allemaal gekocht bij Shein. Ik hoop dat je dit een leuk filmpje vond. Vond je het een leuk filmpje? Doe dan vooral eventjes een duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te subscriben, zodat je als eerste op de hoogte bent van mijn volgende video's. En
mocht je het leuk vinden, kun je me ook volgen op Instagram. Daar zul je deze kleding nog wel vaker voorbij zien komen. Ik heb namelijk net ook een hele fotoshoot gehouden bij mezelf. Met deze kleding. Dus je gaat nog regelmatig voorbij zien komen. Dus ja, nou, dat was het. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei!